Goed, we waren gebleven met bij 13. Leg uit dat de koersdaling van de peso leidde tot de verbetering van het saldo op de lopende rekening. Of excuus, die had al gedaan 14. Koersdaling van de peso, oorzaak, kan leiden tot toenemende inflatie in Argentinië. Excuus. En dan zul je zien dat we uitkomen inderdaad bij deze soort inflatie, bestedingsinflatie en geïmporteerde inflatie. Nou, je mag er één kiezen, dat zul je zo ook in het antwoordenmodel zien. Maar, wat mij betreft, krijgen we dus deze situatie. Koersdaling van de peso. Koersdaling van de peso. Door de koersdaling van de peso is de oorzaak. Nou, dan gaan we kijken, waar heeft dat allemaal mee te maken als we uiteindelijk op inflatie willen uitkomen. Te maken met koers, met handel, met export, import, buitenland, betalingsbalans. Kijk, als de koers daalt van de peso, dan zijn er twee opties. Nee, je kunt dan kijken, bij een koers gaat het altijd om twee dingen: import of export. Want bij een koers heb je altijd met een ander land te maken. Zodra je het woord koers of wisselkoers ziet staan, dan moet je gaan denken: hé, wat heeft dit te maken met het buitenland of import of export? Want een koers, dat is het ene land ten opzichte van het andere land. Dan heb je twee smaken. Smaakje rood. Argentinië is goedkoop voor het buitenland. Als de peso laag is, betekent het dat jij voor met een euro best wel heel veel peso's kan krijgen. Dus Argentinië is goedkoop voor het buitenland. Aan de andere kant, het buitenland is duur voor Argentinië. Als zij iets van een euro willen kopen, moeten ze heel veel peso's meenemen. Oftewel, Argentinië goedkoop, veel export van Argentinië naar het buitenland. En juist weinig of dure import door Argentinië. Als er dus veel export is van Argentinië naar het buitenland, betekent dat mensen dat veel vraag is naar Argentijnse producten. Ja, er staan heel veel vraag naar Argentijnse producten. De bestedingen nemen dan dus toe. Ja, iedereen koopt maar in Argentinië, iedereen blijft daar kopen. Of als we het over de importboeg gooien. Hoge importprijzen, die moet je ook doorberekenen. Argentinië haalt zaken uit het buitenland en verkoopt ze in Argentinië, moet je wel doorberekenen. Dus kies je voor verhaaltje rood, kom je uit op bestedingsinflatie. Kies je voor verhaaltje blauw, de importkant, kom je uit op importinflatie. Mag allebei. Dus koersdaling van de peso. Argentinië is goedkoop, dus veel export, veel vraag is bestedingsinflatie of. Koersdaling van de peso. Buitenland is duur. Dure import. Importprijzen doorberekenen is importinflatie. En zo is het. De antwoorden kunt u hier ook zien. Lees u dat rustig na. Zet eventjes het filmpje stil dan hem. Ja, allebei zien ze staan. 15. Om een verdere koersdaling van de peso te voorkomen. Had de Argentijnse regering ook andere maatregelen kunnen nemen? Volgens Saskia kan de regering de centrale bank de volgende opdrachten geven. De centrale bank van Argentinië, de ACB of zo, die zou twee opdrachten kunnen krijgen: de rente aanpassen of aan- en verkooptransacties. Een transactie, mensen, dat is gewoon een actie. Dus een aan- of een verkoop op de valutamarkt. Valuta zijn dus uit onze munten. Dus er zijn twee onderwerpen waarmee dit kan worden bereikt. Een verdere koersdaling van de peso voorkomen. Rente aanpassen of een aan dan wel verkooptransactie op de valutamarkt. Lastig vraagje, maar wel goed om heel goed naar te kijken. Die is één van de twee volgende maatregelen en leg uit hoe deze maatregel uitgevoerd moet worden. Om een verdere koersdaling van de peso te voorkomen. Ja, dus dat is het doel. Dan moet je er één kiezen. Uiteraard behandelen wij ze even alle twee. Even kijken. Dan zijn wij dus hier. Het doel is koersdaling van de peso voorkomen. En een koersdaling voorkomen, dat betekent eigenlijk van de peso moet wat gaan stijgen. Dus er moet meer vraag komen naar de peso of minder aanbod. En dat is wat hier moet gaan gebeuren. Want het is nu zo
dat de peso aan het dalen is. Er is nu dus weinig vraag naar de peso en veel aanbod. Dus we moeten het gaan zoeken in dit verhaal, namelijk dat de peso moet gaan stijgen, doordat er meer vraag moet worden gecreëerd dan wel minder aanbod moet zijn. Dat betekent dat je dat met de rente kan doen. Als je nu de rente, en daar zijn maar twee mogelijkheden, of verhogen of verlagen. Als je de rente omhoog doet, en let op, rente omhoog, zowel de spaar- als de leenrente gaat dan omhoog. Ja? Die gaan altijd allebei tegelijk. De rente omhoog, de spaar- en leenrente, of allebei omhoog of allebei naar beneden. Dus als je die omhoog doet, is het aantrekkelijk om te sparen of te beleggen in de peso. En als ik als Europeaan in de peso wil beleggen, dan moet ik eerst mijn euro's omruilen in peso's. Dan moet ik dus eerst ervoor zorgen dat ik peso's vraag. Hey, het is rente omhoog. Aantrekkelijk om te sparen in peso. Dan stijgt de vraag naar peso. Gevolg, de koers van de peso stijgt. Oftewel, de daling van de peso wordt voorkomen. Dus dat is, als we het hebben over optie 1, een renteaanpassing. En een aanpassing kan zijn omhoog of naar beneden. Dat moet je goed benoemen, hè? Niet zomaar als je de rente aanpast dan. Nee, een renteaanpassing, namelijk de rente omhoog. Optie 2, een aan- of verkooptransactie op de valutamarkt. Dan kom je weer in hetzelfde. Even bij hetzelfde doel uit, een koersdaling van de peso voorkomen. Kijk, nog steeds is het zo, en dan zou ik dat eventjes situatie B noemen. Situatie B, oftewel aan- en verkooptransacties. Kijk, het is natuurlijk zo, vraag naar peso creëren. Je moet de vraag naar peso gaan creëren. Of het aanbod van peso laten dalen. Maar ja, het aanbod van peso laten dalen, dat is een beetje lastig. Laten we het hebben over het creëren van de vraag naar peso's. Kijk, een aan- of verkooptransactie, je moet het zo zien. Argentinië heeft dollars in bezit. Dat noemen wij ook wel een valutareserve. Ja, die heeft Argentinië in bezit. Zo. Argentinië heeft dollars in bezit. Dat is een valutareserve. Wat nu als je nou eens met deze dollars je eigen peso gaat kopen? Ja. Op de valutamarkt. Dus kijk, die regering gaat niet met de dollars uit de kluis, peso's uit de eigen kluis kopen. Nee, op de wereldmarkt. Er zijn ook wel andere landen die nog dollars hebben, of banken, of andere fondsen. Als je daar je eigen vraag mee kunt creëren, met de dollars die je hebt, ga je peso's vragen op de wereldmarkt. Oké, vraag naar peso stijgt, dus koers peso stijgt. Of daling peso wordt voorkomen. Daling peso wordt voorkomen. En dat was dus inderdaad het doel, hè? Ja, dus de vraag naar die peso's kun je creëren met een aankoop van je eigen munt op de valutamarkt. Nou, vergeleek het in de klas met het volgende. Er was een bierbrouwerij waar een aantal mannen werkten. En de tragiek van veel mensen die in zo'n brouwerij werken is dat ze zelf vaak de beste klant zijn. Maar die zei op een gegeven moment tegen de vrouw, 's avonds, van nou, ik ga nog even werken. Dan gingen ze twee straten verderop in de kroeg zitten hun eigen bier opdrinken. He, dus gewoon aan de bar, een avondje gezellig met de vrienden. Want zo zeiden zij later, ja, omdat wij de vraag naar ons product enorm hoog hielden door elke avond in de kroeg te gaan zitten,
ja, stijgt de prijs van het bier en houden wij onze eigen productie in stand. Dus eigenlijk is het de vraag naar je eigen product creëren. Goed, deze opgave is klaar.